en Zeven. Zevenheuvelenweg. De weg tussen Bergendal en Groesbeek heet de Zevenheuvelenweg. Het is een geliefde locatie voor vele loop- en fietsevenementen, waaronder de Vierdaagse, de Zevenheuvelenloop en diverse toertochten. Het is een mooie landelijke weg. Het voelt aan alsof je in het buitenland bent. Opvallend feitje is dat men denkt dat deze weg maar 4 heuvels heeft. Dat zou betekenen dat de naam niet klopt. Maar het zijn er wel degelijk 7. De start van de Zevenheuvelenweg is bovenop de eerste heuvel op de splitsing met de Oude Kleefse Baan in Bergendal. Dus de eerste beklimming is naar de start van de Zevenheuvelenweg. De laatste beklimming is in Groesbeek, op de plek dat nu de Houtlaan heet. Maar voordat we de Zevenheuvelenweg vervolgen, nemen we een klein uitstapje naar de Watertorenweg. Hier bouwden ze begin jaren 50 een commandopost, een reliquie uit de Koude Oorlog. De Koude Oorlog duurde van 1945 tot 1990. De Russen en Oost-Europa waren vijanden van het Westen. De dreiging was vooral de atoombom. De Russen hadden hun raketten met dit vernietigingswapen op ons gericht. Vandaar dat we bunkers bouwden die atoombomproef waren. En dit was er zo één. Het was een commandopost. Het lijkt meer op een garage, maar op de deuren zitten wel heel erg veel sloten. Er zat een telefooncentrale in en het was voorzien van de primaire levensbehoeften. Nu weer even doortrappen over de mooie heuvels. Dat het een toeristische streek is, is wel duidelijk. De campings en B&B's liggen hier voor het oprapen. In 100 meter van de Zevenheuvelenweg af, vlakbij een camping, staat de luchtwachttoren 8H3 van het Korps Luchtwachtdienst, KLD. Deze is in 1953 geplaatst en daarna bemand door vrijwilligers. Doel was het tijdig signaleren van vijandelijke vliegtuigen of raketten tijdens de Koude Oorlog. Door heel Nederland stonden deze luchtwachttorens. Van de 276 gebouwde torens is dit één van de 18 die er nog staan. De torens werden overbodig door de komst van straaljagers en geavanceerde radartechnieken. De luchtwachttoren in Bergendal fungeerde daarna als brandwachttoren. Een paar honderd meter verder aan de andere kant van de Zevenheuvelenweg ligt het Canadian War Cemetery. Er zijn hier 2619 voornamelijk Canadese soldaten begraven. Dat hier een militair kerkhof ligt is geen toeval. Vanuit deze omgeving werd operatie Veritable op 8 februari 1945 actief. Het was de grootste aanval in de Duitse flank die vanuit Nederland in de Tweede Wereldoorlog werd ingezet. In de maanden voor de operatie bouwde men in en om Nijmegen een Britse en Canadese troepenmacht op van 500.000 soldaten. Het nabijgelegen Rijkswald kleurde rood van het bloed, maar de troepen stoten door naar het Duitse laagland. Achteraf zei de Schot Alan McKell, die D-Day en het Ardennenoffensief had meegemaakt, dat de gevechten in het Rijkswald het heftigst waren. En nu het laatste heuveltje, de Houtlaan. Kijk, daar gaan die twee weer. Deze 7e klim is kort, maar behoorlijk steil. Nu komt het aan op mentaliteit. En dat, zoals we zien, is belangrijker dan het materiaal.